Goedemorgen. Hallo. Hallo. Met wie spreken we? Tim. Dag Tim. Hallo Tim, zeg het eens. Wat kan ik voor jou betekenen? Ik zou graag willen weten wat er gebeurt met mijn Valentijnsdag. Met jouw Valentijnsdag? Valentijnsdag. Oké. Ik ga voor jou kijken. Leuk weer, hè, deze maand. Ga je er wat aan doen? Ja, wij doen er altijd wel wat aan. Valentijnsdag? Ja. Ik moet niet zeggen wat, hè, anders zit te kijken. Nee, daarom. Ik kan niks zeggen. Nou, voor Tim. Is er wel iemand die dat speelt in jouw leven, Tim? Ja. Ja, want het lijkt wel alsof die persoon wel, dat daar wel een stukje duidelijkheid gaat komen. Ja, en ik zie eigenlijk wel een stukje succes. Dus ik denk dat het een hele fijne dag gaat worden voor jou. Ondanks dat het af en toe zo'n ups en downs heeft voor jou op het moment. Denk ik dat er wel in de relatie een stukje zekerheid voor jou voor de boeg legt. En je bent een beetje onzeker op het moment om je relatie. Maar ik zie daar verandering in komen en dat gaat eigenlijk alleen maar verbeterd worden. Ook een stuk vertrouwen wat er bij jou terug gaat komen. Ja? Dat is mooi om te horen. Ja, dus ik denk dat jij een hele fijne Valentijnsdag krijgt. Want ik heb hem puur gevraagd op jouw Valentijn. En dan zie ik eigenlijk alleen maar naar voren komen dat ik denk van nou, een stukje succes, een stukje vertrouwen wat er terugkomt. Ja, eigenlijk hele positieve energie. Ja, ik denk dat je een hele leuke dag gaat krijgen. Ik snap een stukje onzekerheid, want dat zie ik ook in de kaarten. Dat ik denk van, je bent een beetje onzeker op dit moment. Maar klopt dat ook, Tim? Ben je een beetje onzeker op dit moment? Op dit moment wel, ja. Oké. Ja. Ja, zij is wat afstandelijker, maar daar komt wel verandering in. Oké. En ik denk dat ze juist ook deze datum aangrijpt om zaken aan te pakken, zou ik maar zeggen. Ja? Ja. Nou, dus. Mooi nieuws. Ik zou zeggen, geniet ervan en zeker weten. Bestel alvast dat bosje bloemen, hè? Ja, nou, hartstikke bedankt. Dankjewel voor het bellen. Doei. Doei, doei. Ja, dit is natuurlijk...